Dankjewel. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ik ben een beetje schor. Ik heb gisteren de hele dag dit oplopen bouwen samen met een paar collega's. Ik werk bij A-Coaching. Wij werken samen regelmatig met World of Minds. Wij geven trainingen in anders werken, slimmer werken. We gebruiken een mindmapping voor. Dat kan op papier, kan met software. Time management, doen we ook voor alles in. Daarom ben ik hier vandaag. Wie herkent dit plaatje? Hand omhoog. Vergadering. Wie heeft er trouwens vergaderingen? Genoeg mensen, ja. Nou, er zijn inderdaad veel mensen die met minder energie uit de vergadering komen als dat ze erin gaan. Het is vaak niet zo van, yes, ik heb lekker vergaderd. Het was een goede vergadering. Het gebeurt vaak niet. Je ziet er ook dossiers. Er wordt heel veel ingegaan op de inhoud. En wij doen dat ook met ons team. Wij deden dat ook. We doen het wel steeds minder. En ik hoorde eigenlijk een mooie PowerPoint maken. Ik denk, ik ga een goede presentatie geven. Maar ik ben een beetje lui geweest. Ik denk, ik ga gewoon laten zien hoe het werkt. Dat overtuigt meer. En misschien heb je dat aan. Misschien heb je er niks aan. Ik wil gewoon even laten zien hoe het werkt. Dus ik pak gewoon even onze vergadering erbij. Flinke mindmap. Wat wij met vergaderingen doen, zit gewoon op het scherm zetten. Dit is het document wat ergens gewoon draait online. Mensen werken dit de hele week bij. Het is gewoon een levend document. Het is niet zo van, we hebben een vergadering. Oh, ik moet mijn stukken opsturen. Of weet je wat, ik kom tijdens de vergadering nog eens met ingekomen stuk. Waar we een half uur op ingaan, dat doen we niet. We vragen mensen het gewoon van tevoren bij te werken. Nou, wat werken ze dan bij? Bijvoorbeeld de ingekomen stukken, die zetten we gelijk erin. En daar gaan we het over hebben, nemen we een besluit over. Dat besluit is ook vaak een actie, leggen we vast. En dan gaan we verder naar het volgende stuk. En zo gaat het met alle ingekomen stukken. Nou, wat we op een gegeven moment ook willen weten met ons team, is welke projecten lopen en hoe gaat het daarmee? En niet per se van waarom lukt het niet met een project, maar wat ga je eraan doen? Dat is belangrijk. We willen gewoon sturen op acties. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn stukje. We hebben hier, ik heb een aantal projecten lopen. Waaronder, als het goed is, even kijken. Lifehacking live toevallig, of lifehacking online, kijk. En het enige waar we vergadering over hebben, en ik laat zo zien hoe we dat doen, is de volgende mijlpaal. We zijn heel erg gericht op acties, want wat we vroeger deden was het niet goed voorbereiden. Mensen kwamen in de vergadering nog met ingekomen stukken. Nou, zoals ik net al zei, dan ga je heel erg wat inhoud in. Mensen gingen met z'n tweeën met elkaar praten, wel met een groep van 8 zitten. De rest van de mensen ging achterover zitten. Ik denk van, ja, waar gaat het over? Ik werk reeds in dit project. Dat doen we dus niet meer. Dus als je het over inhoud wil hebben, kan dat. Dan is de actie, we plannen een sum in. Een stand-up meeting. Dan gaan we zo'n tafel staan. Liefst een kwartiertje. En die mensen gaan gewoon samen, buiten de vergadering, na de vergadering, gewoon over inhoud hebben. Niet in de vergadering, want dat deden we vroeger. En toen zaten we 3-4 uur te vergaderen. Nu doen we dat in 1,5 uur, soms een uurtje. Dus inhoud, dat doen we niet. We kijken alleen naar de volgende mijlpaal. Loopt het goed? Prima, gaan we het niet over hebben. Loopt het niet goed, dan gaan we het over hebben. Wat ga je doen? Wat is de actie? En zoals ik zei, die actie leggen we vast. Nou, dit soort tritjes van mijlpalen en projecten en personen zitten in deze hele mindmap. Maar ja, hoe kom je hierop? Jerre vertelde net al over het persoonlijke dashboard. Volgens mij heeft hij het niet laten zien. Ik zat hier achter bij de techniek. Maar je kunt je voorstellen, als je elke keer zo'n mindmap elke week opnieuw moet gaan maken, dan ben je een hoop tijd bezig en dat levert niet zoveel tijd op. Dus wij werken niet heel toevallig met persoonlijke dashboards. En als het goed is, heb je je werk dan al op orde. Heb je al nagedacht over de volgende mijlpaal? Heb je die ook al vastgelegd in je dashboard? Ik zal even als voorbeeld lifehacking erbij pakken. Kijk. Dit is voor mij een beetje waar zo'n persoonlijk dashboard om draait. De volgende mijlpaal is al bekend. Ik heb een datum erbij gezet. Het hele projectplan zet ik hier niet in. Dat staat gewoon ergens anders. Ik link naar mailtjes op Google Mail. We gebruiken Box, een soort Dropbox voor bestanden. Kan ik ook gewoon naar linken. Ik link ook naar een Kanban-bordje met wat acties.
Maar ik heb hier gewoon overzicht van wat heb ik lopen en wat is de volgende actie. En wat ik heb lopen en wat de volgende actie is, dat zijn ook de items die naar ons wekelijks overleg gaan. En nou goed, het is een systeem, dat moet je onderhouden, zoals met elk systeem. Dus als je dit gewoon goed je werk op orde hebt, dan kun je ook, even kijken, snel door de vergadering heen. Verder, dat gaat weer even wat in op het persoonlijk dashboard. Het is niet zo goed te zien op de beamer, maar ik heb hier aan de rechterkant heb ik alles staan wat loopt. Er zijn projecten, ik heb cases met klanten die lopen. Er lopen orders, er lopen bepaalde processen waar ik verantwoordelijk voor ben. Hier linksonder schrijf ik zaken op van wat wil ik. Dit zijn eigenlijk de zaken die je ook bijvoorbeeld in lijstjes kan doen in Evernote of in welk ander systeem. En hier linksboven staan een aantal items die hebben te maken met referenties links naar bestanden die ik vaak gebruik. Een startpagina waar ik vaak kom, dat soort dingen. Dus als je dit, je moet het één keer opzetten, net zoals elk systeem, als je het dan gewoon regelmatig onderhoudt, loopt dit allemaal en is het ook weinig moeite om bij dit overleg in te vullen. Nou, je ziet af en toe met in- en uitzoomen, het is een beetje lastig als je naar het scherm kijkt. We hebben ook niet deze mindmap bij de vergadering op het scherm. Dat is veel te veel, er staat allemaal informatie in waar we het niet over gaan hebben. Dus wat we doen is daar gewoon een rapportage over uitdraaien. Even kijken, open hier mijn browser. Dit is trouwens gewoon ons live teamoverleg, dus als mijn collega's niet op orde zijn, kan ik niks aan doen. Dus ik ga maar even naar mijn eigen project, dat weet ik ongeveer dat goed loopt. Ongeveer, ja Alexis, ik sla je over. Kijk. En wat je hier ziet, nog een beetje inzoomen. Ongeveer, dat is ook het stuur van de mindmap. Er staan links wat kolommen. Boven de projectnaam kijken we er eigenlijk niet naar. We kijken alleen naar deze kolom, de volgende bijlpaal. Als ik al zei, gaat het goed? Prima. Niks aan de hand. Wil je het erover hebben, dan plan je een summetje in. Schrijf ik allemaal op. Maar goed, je hebt je oranje blokjes, dat loopt gewoon niet lekker. Daar is die mijlpaal is verlopen. En daar gaan we dus afspraken over maken. En op deze manier gaan we redelijk snel door de vergadering heen. Kan ik even laten zien hoe we dat allemaal vastleggen, dingen als acties. Wat zit hierin? Dus we zijn veel bezig met dingen op één plek neerzetten en vanuit daar linken. Dingen één keer invullen, een rapportage maken. Dus niet copy-paste naar Excel, maar gewoon klikken, genereren en daarmee aan de slag. Acties bedenken en ook daarmee aan de slag, want dit filteren we. Ik zal even laten zien. Je hebt hier acties. Acties hangen aan personen. Personen, daar kan ik op filteren en dan kan ik mensen gewoon een eigen takenlijstje toesturen. Maar stel dat je een systeem gebruikt voor takenlijstjes, dan kun je dat daar gewoon ook in plakken. Dus dat is weer het principe van gewoon één keer noteren en filteren, exporteren en klaar. Even kijken, ik moet nog meer uitleggen over het teamoverleg. Nou ja, dat zijn een paar klikken. Ik kan het even laten zien. Dat is niet de moeite. Dit is een matrixje. En even kijken. Ik wil met, we zijn bezig met verschillende projecten met dit soort opzetten. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Die is nu ook bezig om een project te inventariseren en daar ook een dashboardje over uit te draaien. Dus je zag het een paar klikken en je hebt weer een. Nee, dat niet. Nee. Dit is een kleine add-in die vanuit A-coaching ik dan ontwikkel. Want je hebt Mind Manager, maar ja, Mindset zegt, je moet overal alles gaan mindmappen. Dat is het beste. En koop ons product en doe daar gewoon alles in. Wij hebben zoiets van, ja, er zijn ook basale systemen. Er zijn mensen die Excel gebruiken, Project. Project is al een bestaande koppeling, die zit er standaard in. Excel niet, die hebben wij dan gemaakt. Excel die gebruiken bijvoorbeeld projectmanagers. Heel veel projectmanagers gebruiken geen project, maar Excel, dat werkt makkelijker. Dus wij kijken meer van, je hebt een pakket, je zit in een bepaald werkproces en maken daar slimme koppelingen. Dat hebben we hier ook gedaan. Ja, bijvoorbeeld bij vergaderen kan je dit gebruiken.
of bij dashboards over je projecten. Dus dat was Jerre, dit was de matrix. Ja, vraag je? Ja. Ja, de Kanban hebben we bijvoorbeeld voor dit project voor vandaag gebruikt om met Frank te communiceren van wie doet welke taak, wanneer en hoe staat het ermee. En ja, dat is. Ik kan het best laten zien, toch? Ja. Dit, ja hoor. Even kijken, hij staat in mijn eigen dashboard. Ik heb niet in het teamoverleg gezet, want daar hebben we het gewoon niet over. Even kijken, het is alfabetisch gesorteerd, maar als je zo staat te presenteren is het toch lastig om het terug te vinden, merk ik. Kijk. Het is niet helemaal leesbaar, maar dit is ja, Kanban Flow. Het is een uitvoering van de Kanban methode. Die web-based is en die je eigenlijk overal kunt benaderen. Nee, dat doet niet. Nee, dat zou de volgende stap zijn. Maar we zijn nu aan het kijken van hoe werkt het systeem? Werkt het überhaupt voor ons? Tot nu toe werkt het aardig voor een aantal projecten. Dus als we het meer gaan gebruiken, kunnen we een koppeling gaan maken tussen bijvoorbeeld een mindmap en Kanban Flow. Maar dan zeggen we niet, we gaan een koppeling maken tussen mindmap en Kanban Flow, maar een koppeling om je projecten bijvoorbeeld met externe te delen. Dat is meer de insteek hoe we naar kijken. Niet echt heel technisch, maar meer vanuit processen. Ja. 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 Klopt, dat is hoe wij naar willen kijken. Oké, ik had een Pomodoro timertje. Ik heb nog wat tijd, zie ik. Ik wou nog even iets vertellen over teamoverleg. Zoals ik al zei, dit is echt een levend document. Dus dit staat online. Je kunt de week, door de week zeg maar, kun je er gewoon inkijken. Mensen die niet bij zijn, die kunnen gewoon van buitenaf inloggen. En ook als ze ziek zijn of op een project zitten, gewoon een paar dagen later nog eens kijken. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Dan zie je dat er echt van alles gewijzigd is. Nou, nu zul je misschien denken. Klinkt leuk, het is een verhaal over een systeem, lost het alles op? Nee. Het helpt wel. Het helpt dat mensen het op het scherm zien wat er wordt opgeschreven, dat ik het als voorzitter snel op kan volgen. En bijvoorbeeld met de Kanban snel kan zien van, nou, hoe staat het eigenlijk mee? Alleen, ik merk wel dat ik als voorzitter het op moet volgen. Dus als ik niet de discipline heb om regelmatig bij mensen te checken hoe staat het ermee, het zelf goed voor te bereiden, mensen de vragen voor te bereiden, dus echt op gang houden van het proces, dan werkt het niet. Dan kun je dit gebruiken, dan kun je papier gebruiken, maakt niet uit, dan werkt het gewoon niet. Alleen dit helpt. Het maakt het makkelijker. Ja, het is een beetje verdeeld. We zitten wel als groep bij elkaar met een deel van het team, maar soms belt iemand in via Skype. Dan, ja, die kan gewoon ook dit zien, het staat online. Het wisselt soms. En met de Kanban, bijvoorbeeld met Frank, zaten we helemaal niet bij elkaar. Frank die zat ergens anders en door de week ging dat gewoon, werd heen en weer getikt. Ja. Ja, waar we het over hebben in dit overleg, dit is voor ons is het echt een voortgangsoverleg. En niet over van wat gaat er allemaal goed en daar gaan we het lang over hebben, maar meer van wat gaat er niet goed en wat gaan we eraan doen. En in ons geval ook wie kan daarbij helpen dan? Binnen nu en de volgende week. Dus. Ja. Ja, klopt. Dit is een toepassing, dit is ook niet. Dit is hoe wij het gebruiken. Ik wil ook niet zeggen dat je het overal voor moet gebruiken, want dat. Ja, dat zou Mindjet heel fijn vinden, maar zo zit ik er niet in. Ja. Werkt in elke week bij de grote afhandelde acties weg? Of maakt het een nieuwe kopie?
Nou, we slaan niet alles op. We maken wel backups van de hele map. Dat is als dit systeem even niet werkt of er gaat iets mis met iemand. De notulen die komen hier wel onder elkaar te staan. Dus we hebben altijd wel een paar weken terug wat er op is gebeurd. En ook dat archiveren weer. Ja. Maar ja, met acties willen we graag gewoon vooruitkijken. Wat is de volgende mijlpaal? Wat ga je er doen? Lukt het niet? Bijsturen, hup en door. Over dat doorgaan gesproken, dat is nog even het laatste wat ik wil laten zien. Ik ben op een gegeven moment gewoon gaan kijken, ja, hoe lang duurt zoiets dan eigenlijk, zo'n overleg? We hadden een aantal blokken in het overleg, en dat stond een kwartier voor, 10 minuten. Dat heeft ook iemand bedacht binnen ons team, maar ik had daar geen idee of het eigenlijk wel klopte. Dus toen ben ik gewoon, gewoon mijn telefoon met een stopwatchje bij gaan houden van, hoe lang duurt het projecten doorlopen eigenlijk? En ik kan daarom nu ook op een gegeven moment, als we met projecten bezig zijn, gewoon kijken van, oh wacht, we zijn al 10 minuten bezig, een beetje snelheid erin krijgen. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Je ziet nog dat het een beetje op en neer gaat. Maar op die manier kun je eigenlijk veel beter sturen. Gewoon, je spreekt iets af, je kijkt hoe het gaat, past het aan, het gaat weer verder. Dat is eigenlijk het principe van het hele overleg. Wat zei je? Waarom bij vergaderen? Om... Ja, dat kan ook. Ja, wij hebben ervoor gekozen om dit overleg te hebben om te kijken wat er niet helemaal lekker loopt en de actie op te nemen. Maar je kan ook besluiten, ik ben niet voor meer vergaderen eigenlijk. Wij zijn nu blij dat dit korter kan. We hebben ervoor even herhalen. Je zei dat dit voor ons stimulans is om dingen niet te goed te doen, zodat we lekker kunnen vergaderen. Ik merk alleen in het team dat mensen juist blij zijn als we een uurtje klaar zijn of een half uur. Dus als de dingen beter lopen, zijn we sneller klaar, kan iedereen weer lekker aan zijn werk, want iedereen heeft druk zat. Dus eigenlijk, ik zeg ook tegen iedereen, bereid je goed voor, dan gaan we gewoon sneller doorheen. Dat is het hele ding. We zitten anderhalf uur bij elkaar met 8 man. Het kan ook in een uur, als je het gewoon allemaal op orde hebt. Dan hebben we weinig te bespreken en gaan we weer lekker aan de slag. Ja. Nee, wat er bij ons is, wij zijn een klein team. Er lopen een hoop projecten, we weten ongeveer van elkaar wat er loopt. Maar inderdaad, we kunnen elkaar op een gegeven moment gaan helpen. Als we zien, er loopt iets niet goed. Een training wordt gegeven. Nou, iemand heeft dat al vaak gedaan, die springt gewoon even bij. Dat is hoe we het insteken. Of we dit ook gebruiken voor planningen maken en begrotingen. Dat doen we wel. We breken dat wel op in mindmaps en gaan er ook weer planningen van maken. En dat doen we ook in sessies dat je gewoon ziet, mijlpalen definiëren we, daar komen acties achter. En daar hangen weer mensen aan. Dus dat doen we wel het liefst gewoon met de projectgroep bij elkaar. Dat je ook gewoon ziet wat er afgesproken en hoe het project eruit ziet. En uiteindelijk gewoon eens wordt over het plaatje wat er staat. Dat was hem, denk ik. Dankjewel. Dankjewel. Ik moet zeggen, zit ik bij de Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Cross Media Business. En daar hebben we ook elke 2 weken onderzoeksvergaderingen en projectvergaderingen. En ik denk dat met name dat Excel-sheetje dat ontluisterende resultaten kan gaan geven na een half jaar. Als we dat bij zouden gaan houden, inderdaad. Dus gewoon met een stopwatch hou je dat gewoon bij. Ja, het is wel weinig werk. Het is wel handwerk om het in te typen, of heb je dat ook nog geautomatiseerd? Nog niet. Kom nog, oké. Mathieu, dankjewel.